Betalingsachterstanden, schulden en armoede verdwijnen niet vanzelf. Daar is iedereen voor nodig. De overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en kennisinstellingen. In 2016 startte het programma Van Schulden naar Kansen. Met als doel de financiële zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Meer dan 18.500 huishoudens deden mee aan 85 lokale armoede- en schuldenprojecten. Maar wat is nou effectief geweest in de aanpak? En wat niet? Wat voor impact heeft de hulp gehad? En op wie? Dit heeft de Hogeschool van Amsterdam onderzocht. Er is gekeken naar de projecten, de deelnemende huishoudens, schuldeisers en gemeenten. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt over 5 jaar. Dit zijn de belangrijkste inzichten. Bij ruim 3/4 van de huishoudens is de financiële zelfredzaamheid verbeterd. De grootste vooruitgang wordt geboekt door mensen die bij de start van het project relatief weinig weten over financiële zaken en het minst vaardig zijn in bijvoorbeeld het ordenen van de administratie. Vaak zijn dit mensen met schulden, mensen met een lagere opleiding of mensen die zich rekenen tot een niet-Nederlandse groep. Onder deze deelnemers zorgden projecten over orde en overzicht in de eigen administratie en kennis en begrip van financiële zaken voor de grootste winst. Door nog beter te weten waar de behoeften van deelnemers liggen, kan maatwerk worden geleverd en kan een betere focus worden ontwikkeld binnen de verschillende projecten. Sommige projecten hebben een brede doelgroep. Dan sluit hulp minder goed aan. De onderzochte projecten werken vooral bij mensen met kleine en dreigende schulden. Mensen met grote problematische schulden hebben vaak meer nodig dan de onderzochte projecten kunnen bieden. 2 op de 3 zeggen geen professionele hulp te krijgen. Een betere screening aan de voorkant kan helpen deze groep te begeleiden naar de formele gemeentelijke schuldhulpverlening. Bijna 3/4 van de respondenten heeft meer zelfvertrouwen na deelname. Het aantal mensen met schulden dat meedeed aan het programma werd minder. Vooral onder deelnemers aan een project over het beheersen van de uitgaven. Deelnemers aan projecten gericht op het genereren van inkomen zien hun inkomen na afloop stijgen. Wat belangrijk is om uit de armoede te komen en te blijven. Het is daarom belangrijk dat projecten die niet gericht zijn op het genereren van inkomen verbinding zoeken met projecten die dat wel doen. Of met bijvoorbeeld uitzendbureaus. Laten we hier samen van leren en aan de slag gaan. Wil je meer weten of lezen? Alle resultaten staan beschreven in het boek Van Schulden naar Kansen. Weten wat werkt.